Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb niet zo heel veel kunnen filmen helaas, want ik was heel veel op pad met Anna. Anna die woont in mijn gebouw. Ze is half Argentijns, half Zwitsers. Zij is de vrouw van Juro, de aanvoerder. En zij hebben een reality soap. En zij worden best wel achterna gezeten door de pers. En zij heeft gewoon liever niet dat er gefilmd wordt. Niet per se door mij. Ik heb niet eens gezegd dat ik een YouTube-kanaal heb. Maar dat is toch een beetje awkward als die mensen al helemaal geen leven hebben. Dat ik dan de hele tijd loop te filmen als ik met haar ben. Dus dat leek me niet zo'n goed plan. Ik ben namelijk met haar. Ze heeft me twee verschillende soorten supermarkten laten zien. Wat super prettig is. Waar ik gewoon iets meer boodschappen heb kunnen vinden. Al was echt boodschappen doen niet heel erg relaxed. Want zij heeft een. Twee kindjes, super lieve kindjes. Waarvan eentje echt een soort van de ster is. Ze spreekt vijf talen en ze is pas 4 jaar. Dus of nog niet eens 4. Dus wel heel bijzonder. Maar zij schijnen hier echt een soort van, nou ja, de Victoria en David Beckham van Korea. Zij hebben iedere zondag dan een real life soap. Ja, ze heeft er achteraf wel een beetje spijt van, omdat ze niet eens normaal over straat kan. Ik ben echt mee geweest. In mijn gevoel als een soort van bodyguard. Wat gewoon, nou ja, helemaal niet respectvol gaat hier. Het meisje begint gewoon te huilen omdat mensen aan haar zitten. En mensen blijven gewoon doorgaan met foto's maken. En echt bizar. Dus ik vond het niet zo netjes om dan ook te gaan filmen. Ik denk niet dat ze het heel erg had gevonden. Maar omdat ik er niet zo lang ken, vind ik dat gewoon niet echt oké. Okay. Dus kijk zelf maar. Lekker? Heel mooi. Ziet er knap uit eigenlijk. Ja. Ja. We hebben een dag vandaag. Mooi. Dus niet. Jawel, schat. Je bent altijd knap. We zijn nu net buiten ons appartement. En ik had een superleuk idee, want we moesten toch nog eten. En we wisten niet zo goed wat we gingen eten. Er is niks meer op Netflix wat wij niet hebben gezien. Dus we gaan nu naar Lotte's Apartment toe. En dan gaan we een filmpje kijken, als het goed is, als er iets draait. Hoop ik. Ze hebben hier gewoon Amerikaanse films en dan met Koreaanse ondertiteling. Dus dat moeten we wel begrijpen. Yes! En in Nederland zijn we nog wat dol op naar de bioscoop gaan, maar we hebben het hier dus nog geen één keer gedaan. Toch, schat? Let's see. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rembrandt en Blijken. Is het oké? Popcorn chips. Wat? Popcorn chips. Vind je het lekker? Nou, ik niet. Ik wil gewoon een popcorn.
Cheetos popcorn. Ik zie onion popcorn. Waar heb je zout? Zout popcorn hebben ze ook? We kunnen doen één helft Cheetos. Ja, en de andere helft? Zout. Ja, maar ik wil geen Cheetos. Dus ja. wat heb ik daaraan? Ja. Zoet en zout. Ik heb me net klaargemaakt voor de wedstrijd. Ik ga samen met Anna, dat is de vrouw van Juho, de aanvoerder van het team. En ik was laatst met haar, ze heeft twee kleine kids. En we kregen net een berichtje dat er voor de buitenlandse vrouwen een soort van VIP-lounge is geregeld. Ik denk dat we er ons niet te veel van moeten voorstellen. Maar ik vind het al heel leuk dat ze dus even gekeken hebben naar iets voor ons waar we kunnen zitten. Normaal ben je gewend dat er iets van een spelershome is of ergens waar je een drankje kunt halen of eventjes kunt zitten. En nu zaten we op de tribune. Kon je nergens echt, ja, je kan een bak noedels halen. En je gaat natuurlijk voor de voetbal, alleen het is wel fijn als je ook ergens lekker kunt zitten en in de rust eventjes kan bijkletsen. Dus dat wordt nu geregeld, dus ik ben benieuwd. We zijn dus gisteren een film geweest, Captain America, als ik het goed heb. En het was eigenlijk best oké. We zijn niet allebei heel erg fan van Marvel films. Nu zijn we misschien aan het vloeken in de kerk. Maar het viel ons eigenlijk alles mee. En je bent al blij dat er iets in het Engels draait. Dus dat was sowieso wel even leuk voor de afwisseling. Ik ga nu de deur uit. Ik ga even in mijn eentje een hapje eten bij het Italiaantje hier beneden. Omdat ik geen boodschappen in huis heb. En dat het even makkelijk en snel is. En dan rijden Anna en ik met de kids richting het stadion. Dus ik ben benieuwd. En dan bestel je beef met rijst en zeewier. Ik begin al te winnen. Digital Mimia. We need to learn this thing. Like, they do the same dance every game. So give us like 3 games. And then we will be there. Yep. With the pregnancy belly. I would be the tiger. Nice. Dus dit is de box die we dus nu krijgen. Het is heel anders dan in Europa. Maar we hebben wel chicken wings, sapje, water, lekkere stoelen en het is niet koud. Dat is top. Nou, ik ben dus nu net naar een nieuwe supermarkt geweest. En daar hadden ze toch wel wat meer dingetjes. En ik heb nog steeds eigenlijk geen inspiratie van wat ik hier nou moet koken. Terwijl ik wel echt van koken hou. Alleen ja, als je gewoon niet weet waar alles staat en alle ingrediënten. En het was super groot. Dus ik heb gewoon wat dingetjes gepakt dat ik dacht van nou, dat is altijd lekker om in huis te hebben. Ik heb het sla gekocht. Gesneden sla. Ik vond dus babyspinazie. Glasnoedels of whole wheat noedels. Dave gek op. Whole wheat wraps. Groenteschipjes. Bacon. Maar proberen. Dadels. Ik hoorde vandaag dat het goed is. Gezond is als je zwanger bent. Of het waar is, weet ik niet. Maar we kunnen het altijd proberen. Nou, hier was ik heel blij mee. Mozzarella. Whole wheat pennen. Alles voor koeren. Nou, kijk. Het was ook top. Gerookte zalm uit de vriezer. Dus ook top. Wat nootjes. Handen voor je tas als je honger hebt. Nou, dit is echt iets wat ik in Nederland altijd at met mijn eitjes en dat soort dingen. Dus hier was ik ook heel blij mee. Sriracha. Ook heel lekker met kip. Wat
kruiden. Pepertjes. En ik heb geleerd hoe groter de peper, hoe minder pittig die is. Dus deze kun je gewoon zo uit je hand eten. Is niet te spicy. Wat bevroren persik. Dat heb ik nog nooit ergens gezien. Lijkt me heel lekker voor 's ochtends in een smoothie. Sesamolie. Garnalen van de vriezer, die zagen er goed uit. Mais. Hele rare combinatie, ik weet het. Chickpeas, dat zijn... Ik kom er zo wel op. Dave's favoriet, cheese dippers. Vlees, rundvlees. Oh, gaat lekker. Coconut oil, had ik hier ook nog niet gevonden. Meer kruiden. Pesto. Chicken breasts. Kippen. Dus, kipfilets. En kijk, dit vond ik dus. Ja, ja. Kijk of het hetzelfde smaakt. Schat, ik heb een verrassing. Ga jij de kaas maar even testen? Ja, ik sta wel lekker in mijn onderbroek hier, dus... Ik heb je niet ingezoomd op je onderbroek. Dat zou ik maar niet doen. Voor de vrouwelijke... Jammer voor de vrouwelijke fans. Mm-hmm. En, is het hetzelfde? Nee. Nee, smaakt het niet hetzelfde? Jammer. Maar... Wat een liegenbeest dan. Als ik het vergelijk met die Richard ermee genomen, of die Richard voor ons heb meegenomen, dan is dat Nederlandse kaas en dit Koreaanse. Er staat toch echt Gouda met een Hollands vrouwtje op en koetjes. Helaas. Altijd lekker als je net wakker bent. Kaas. Oké, okay. Maar is het dus voor herhaling vatbaar? Maar moet ik het nog een keer halen of niet meer doen? Ja. Beter iets als niets, schat. Okay. ...입니다. 이상 관리 사무실에서 말씀드렸습니다. 감사합니다. Oké, okay. Ik weet niet wat dat was, maar ik schrok me helemaal dood. Ja, of er nu een aardbeving komt of dat er brand is, dat weet ik dus niet. Dus ik ga maar even informeren. Ik ben er dus achter wat het alarm was. Het alarm was dus... dat ze de bomen aan het insprayen waren met een soort van aan het desinfecteren waren. Dus met een bepaalde soort stof die dus nu in de lucht hangt. Dus ga niet naar buiten. Of ik moet dus een mondkapje halen. Heel veel mensen hebben hier een mondkapje op. Ook omdat de lucht hier gewoon niet zo goed is. En vaak krijg je ook heel veel meldingen op je telefoon. Ik kan ze niet lezen, maar ik weet inmiddels dat het meldingen zijn van ga niet naar buiten of draag je mondkapje. Want er zit er heel veel van het smog in de lucht. Je hebt het meer in Seoul, omdat er meer verkeer is. Maar hier heb je dat dus ook. Ik heb dus een mondkapje gekocht. Ik vond het altijd heel overdreven als ik dan iemand met een mondkapje op straat zag. Alleen het schijnt gewoon echt best wel een ding te zijn dat de lucht gewoon heel vuil is. Het slaat op je keel. Ik heb sneller last van een bloedneus. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar de lucht is gewoon heel droog en niet zo goed schijnt het te zijn. En je krijgt steeds waarschuwingen op je telefoon, wat ik al eerder had verteld. En ik zag er eentje liggen, dus ik dacht, neem er eentje mee. Dus ik ga hem voor het eerst opdoen. How to use. Nou, ik zal even laten zien wat het zegt. Lijkt me niet heel ingewikkeld. Simpel en cozy. Ja, laten we het proberen.
Nou. Je oren worden er ook niet echt leuk van, als jullie me nog verstaan. Eigenlijk moet ik zo met tape. Nou, dan zou ik dus zo over straat moeten. Ook echt rottig als het warm is. Want die dingetjes zijn gewoon niet heel ventilerend. Ik heb het nu al warm. En ze zijn ook niet echt klein. Dus ja. Je knapt er niet echt van op, zeg maar. Ik weet niet of jullie iets hoorden van wat ik zei. Maar je knapt er dus niet echt van op. Behalve als je een grote pukkel op je kin hebt, dan is het wel handig. Maar goed, ook nu ik zwanger ben, is het misschien wel handig om zo'n dingetje te dragen. Ze hebben ook hele kleintjes voor kinderen en nou, ze lopen hier allemaal mee, dus je loopt niet voor gek. Dus ja, laat het maar doen dan. Wat ook heel leuk is, het is hier dus cherry blossom season, dus hoe noem je dat in het Nederlands? Kersenbloesem. Het staat hier vol in bloei, overal onder de bomen. Maar je hebt dus ook speciale parken waar je heen kunt gaan, dus ik hoop. Meestal blijven ze 3 weken in bloei, want als er 1 keer regen valt, is alles weg. Dus ik hoop eigenlijk dat we nog een dagje naar zo'n park gaan als Dave vrij is. Dave zit nu weer in een hotel, want die heeft morgen een wedstrijd, dus ik ben alleen. Maar ik kan jullie wel eventjes een paar mooie cherry blossoms laten zien. Maar dit is nog niet het mooie park. Je hebt ook helemaal dat het verlicht is en met een hele foodcourt erbij. Daar deed ik toevallig langs. Dus daar wil ik echt nog wel een keertje heen. Dus we moeten hopen dat het niet gaat regenen. Verder krijg ik heel veel de vraag of ik wat meer wil vertellen over hoeveel weken ik eigenlijk ben. Hoe ver ik in mijn zwangerschap zit. Ik ben nu 30 weken. Ik voel me wel oké. Af en toe wel wat meer moe natuurlijk. Maar goed, ik voel ik kan lekker wandelen en dat soort dingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen sportschool meer gezien. Ik wilde eigenlijk, dat heb ik al eerder verteld, een soort van fit mom. Maar nee, ik heb dus echt helemaal niks aan sport gedaan. Wel natuurlijk redelijk gezond gegeten. Neem niet weg dat ik ook af en toe een reep chocola opeet. Maar dat moet ook gewoon kunnen. Verder, ik ben naar het ziekenhuis geweest. Naar het nieuwe ziekenhuis. En het gaf me wel een prettiger gevoel. De dame, de dokter sprak eigenlijk redelijk goed Engels. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat... dat het nog best wel een soort van rottig is. Want de assistenten gingen een echo maken. En dan vraag je tussendoor of alles goed is. En ze zei van, I don't know. Dat is het enige woord ook, denk ik, wat ze kende. Maar ik werd weer verwezen naar een andere dokter die me pas de uitslag mocht geven. Alleen toch, omdat het al een hele onzekere periode is, vind je dat toch rottig dat je niet eventjes alles kan vragen. Of meteen antwoord krijgt. Of dat je het af en toe niet helemaal goed begrijpt. Maar ik had hier wel een veel prettiger gevoel. Het was een groter ziekenhuis. Ja, ze moesten weer alle gegevens van me hebben. Dus dat moet je dan duidelijk maken. En dan is het wel een beetje met handen en voeten gegaan. Maar op een gegeven moment, ik moest iets van 9 buisjes bloed afgeven. 2 keer in een potje plassen. Omdat ze natuurlijk alle informatie over mij moesten hebben. Ik had te veel eiwitten in mijn urine. Dus ze dachten misschien aan suikerziekte. Dat hoop ik dus niet. Maar ik zou binnen 10 dagen een uitslag krijgen als het niet goed zou zijn. En dat heb ik nog niet heb ik nog niet gehad, dat belletje. Dus ik neem aan dat het gewoon goed is allemaal. Verder, volgende maand heb ik dan weer controle. En ik heb gewoon contact met mijn verloskundige uit Nederland. Niet dat hij hierheen komt, maar voor al mijn vragen en de vragen die ik dus kon stellen. Dus dat is wel fijn. Volgende maand heb ik dus weer een afspraak. En dan gaan we de geboortekamers bekijken, waar ik dus uiteindelijk slaap. En je kan dus hier in Korea ervoor kiezen of om
2 weken. Ze hebben geen kraamzorg natuurlijk, dus om 2 weken in het ziekenhuis te blijven. En daar te slapen, zodat er wel controle is. Ja, ik denk dat je gewoon lekker naar huis wil. Ik hou sowieso niet van een ziekenhuis. En vooral als de communicatie niet echt top is. Ik hoor ook dat ze niet heel warm zijn, net zoals in Europa. Het is gewoon allemaal heel wel goed, maar heel zakelijk en heel discreet, zeg maar. Maar goed, dus dan moet ik nog even kijken. Maar het is in ieder geval fijn dat er een soort van familiekamer is waar ik dan de eerste 2 dagen kan slapen. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Nou ja, dat is eigenlijk. Verder, als er zeg maar dingen zijn die jullie leuk vinden om te zien, wil ik er iets dieper op ingaan. Ik krijg heel veel vragen van, wil je wat receptjes met ons delen, aangezien je van koken houdt, of wil je een keer een make-up tutorial doen, of whatever. De dingen in de gym, die ga ik natuurlijk pas weer aanpakken als de kleine er straks uit is, alles op zijn tijd. Maar als jullie leuke ideetjes hebben of dingen willen zien om iets beter te leren kennen, en dat het nu langzaam wel komt, laat het even weten in de comment. Ga ik er zeker iets aan doen. Nou, dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb eigenlijk ook weer rustig aangedaan. Je kan gewoon eenmaal niet zulke wilde dingen doen als je zwanger bent. Ik hoop dat Dave volgende week weer een paar dagjes vrij is, zodat we lekker naar Busan kunnen, naar het strand. En dat we de kerstentuinen eventjes kunnen bekijken. En hoop ik dat jullie weer een inkijk hebben gehad in mijn week. Vergeet niet te abonneren, te liken en op het belletje te klikken, waar dat ook dan goed voor mag zijn. En dat jullie het leuk vonden. Dus tot volgende week.